Ik werk voor de business titels. Dat zijn alle niche titels van de FD Media Groep. Bijvoorbeeld Pension Pro, dat zich richt op de pensioenmarkt in Nederland. Energeia, voor energieprofessionals in Nederland. We richten soms nieuwe titels op. We hebben ook internationale titels. Ja, we zijn onlangs uitgebreid door de overname van IPE, Investment Pensions Europe. Dat is toch een internationaal lezerspubliek wat in één keer dan jouw verhalen leest. Het leuke van onze business unit is dat we tegelijkertijd een wat kleiner bedrijf zijn, maar ook onderdeel vormen van het grotere FD Media Groep. Er is veel uitwisseling over en weer tussen de redacties van onze business titels en het FD. Er wordt veel vaak de samenwerking met BNR gezocht om bijvoorbeeld podcasts te maken. En ook met Company Info sparren we over onze dataproducten. Zo heb je dan toch een iets grotere cirkel waar je dan ook weer mensen waarmee je kan sparren en waar je meer nieuwe ideeën krijgt. Dus dat is erg leuk. Waar ik erg blij van word van het werken bij dit bedrijf is dat de lijntjes heel kort zijn. Echt een lage, platte organisatie. En daardoor kunnen ook wat dingen snel geregeld worden. En het leuke is van ons bedrijf dat als je door wil groeien, dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Er was hier intern de wens om een podcast te gaan maken. En ik heb toen gezegd dat wil ik wel doen. Om die stap te maken van schrijvende journalistiek naar audio. En het is heel leuk dat hier kan, want je hebt hier alles in huis. Meestal is het 2 à 3 dagen op kantoor. En de rest van de week moet je het zelf een beetje zien hoe je het aanpakt. Op kantoor is prima te bereiken. Het is vlakbij het Amstelstation. Wat voor mij handig is, want ik kom altijd met de trein. Beneden hebben we ook Dauphine Café Restaurant. Dus als er een borrel is, dan hoeven we alleen maar met de lift naar beneden. Dus we zoeken elkaar op, maar er is ook heel veel vrijheid om je eigen plan te trekken. Om je verantwoordelijkheid te nemen en eigenlijk ook om je baan te vormen zoals jij die leuk vindt.